Hey, daar ben ik weer. Voor een nieuwe fantastische aflevering van Henk in Frankrijk. Het is voornamelijk Henk deze week, want Corrie wilde niet in beeld komen. Ze heeft de heg gesnoeid en goed werk gedaan natuurlijk. Alleen, ik heb weinig beelden van haar op camera. Kom volgende keer. En vind je deze film wel leuk? Vergeet er niet te abonneren en te liken. Yes! Corrie en ik hebben hier een leuk zithoekje, een lekker knus hoekje, waar we 's avonds televisie kijken. En het huis, dit gedeelte van het huis is in 1858 gebouwd. En dus die trappen ook, en die kasten hier, inbouwkasten. En dat hebben we dus vorig jaar al in de grondverf gezet. En dat moet nu nog in de kleur geverfd worden. Nou zat ik al even kijken naar die kast hier. En dan kun je zien dat hier een grote kier zit. Ik dacht, ja, dus die hele deur moet eigenlijk een stukje omhoog. Maar ja, die scharnieren die zitten gewoon een soort scheef. Ja, die zijn wel wat verschoven ten opzichte van elkaar. Maar ik weet niet precies hoe je dat nou weer recht moet trekken. En op dit moment, die deur die past goed. Kijk, hij klemt nergens. En nou ja, dus die kier, dat irriteert me een beetje. Dus ik dacht, nou, als ik hier nou gewoon een latje op zet. En in de grond verf zet, een beetje afwerkt. Dan kan ik het daarna in de kleur zetten. Dan zie je er niks meer van. En die is ongeveer gelijk. Ongeveer gelijk. Als deze. Dus dat is mijn klusje voor vandaag. Bingo. Een mooi stukje. Hier moet ik een stukje van 1 cm bij 53 cm gaan zagen. Gaan we doen. Naar de zaagtafel. Safety first. Schuren voor de mooierigheid. En klaar is het hier. Oké, dan gaan we het verlijnen. Stoel aan de kant.
ontbijt erop. Even een stoel erbij pakken. Het gaat hem worden. Oké. Nou, kijken of het past. Beter. Een ietsje meer. Perfect. Zeg ik het zelf. Dan. Hier in de Salle de Commune moet ook nog wat gedaan worden. Ik ben een beetje begonnen met aanvegen. En ik heb ook al een vuurtje gemaakt. Want deze houtstapel, ja, daar moet wat meer systeem in komen. Dit deel, dat is het oudste eigenlijk. Dat is hout van een hele oude taxus. Koen en ik hebben die met gevaar voor eigen leven ooit eens omgezaagd. Dat is, was daar. Zie je, hij is weer vanzelf gaan groeien. Dus die moet weer gesnoeid worden. Maar daar kwam die boom vandaan. Dus het is ruim 3 jaar geleden. Vier jaar alweer, weet je. Dus dit moet er helemaal uit. Dit moet verbrand worden. En dan hebben we het betere hout. Dat is hier. En dat is walnotenhout. Dat fikt heel erg lekker. Dus dat moet ook weg. En dan, dit is eigenlijk het oudste gedeelte. En dat is eikenhout. Fikt ook natuurlijk als een gek. Maar het idee is om hiermee te beginnen. Dat rottige taxushout. Na 4 jaar moet het wel droog zijn. Dus daar gaat het open haard in. En die heb ik net aangestoken, zoals je ziet. Dus er moet nog een beetje hit in komen. Het linker stapeltje moet ook nog weg. Grote dikke blokken, die moet ik ook nog eens in kleine stukjes hakken. Ja, en voor de rest, ja, dat moet hier
schoongemaakt worden. Jeetje, moet je kijken. Het is mooi beschermd, redelijk beschermd met plastic op de tafel. Het was wel echt nodig ook hier, want je ziet een enorme stoflaag liggen. Hier ook, op die bedjes. Dus gelukkig dat taal daar wat op gelegd heeft. Even kijken, de pizzaoven. Ook helemaal vies. Getverdakken. Dus gaan we hier alles schoonmaken, de gitaar stemmen, de bladeren opvegen, alle meubels weer op zijn plek zetten. En dan is het zal de commune weer als vanouds. Het centrum van gezelligheid. Oké, dat was je dan weer voor deze week. Tot ziens, tot volgende week. En nogmaals, vergeet niet te abonneren en te liken. Bedankt voor het kijken. Doei doei.